Twitter. Oh jongens, die gasten die zijn weer bezig. Oh, ik begrijp heel erg goed waar ze mee bezig zijn. Ja? Leg eens uit dan. Nou oké, okay, even de terugwinden. Eerst, waar zijn ze mee bezig? Ja, precies, ja. Hun API die heeft allerlei nieuwe randvoorwaardelijke zaken. Dus de API waar je tegenaan programmeert als... Als je een Twitter-client maakt of als je een service maakt waarin je Twitter op een of andere manier de berichten verwerkt of wat ook. Ja. De voorwaarden om dat te gebruiken, die zijn veranderd. Ja. En de mogelijkheden die zullen misschien ook veranderen. Dus de manier waarop de data wordt aangeboden. Maar vooral de voorwaarden. En dat komt er heel erg in het kort op neer dat zij... Een aantal manieren van de Twitter API gebruiken verbieden. Wat er eigenlijk is veranderd, is dat het waren guidelines, richtlijnen, en nu zijn het voorwaarden geworden. Ja. Dus dat is er veranderd. Dus het was eigenlijk helemaal niet, alles stond er, het is niet veranderd, alleen is het, wat erin stond is niet veranderd. Alleen, het is nu mandatory geworden, ja. Of verplicht. Ja. Maar dat betekent dat een heleboel mensen dat al hebben aanzien komen. Ja. Ja, zeker. Bijvoorbeeld Martin Sutherland, een vriend van mij, die twitterde een jaar geleden van onthoud dit moment toen Twitter nog tof was. Zoiets twitterde. Ah, oké. Ja. Ja, dat is wel grappig. Ja. Maar goed, dan komt het er dus op neer. Ja, ik vraag me af hoe ze dan precies gaan afdwingen, want dat is natuurlijk ook nog wel een kunstje die ze moeten doen. Nou ja, je kan natuurlijk gewoon de API afknijpen. Klaar, je krijgt niks meer. Ja. Ja. Maar dan moet je eerst detecteren dat het oneigenlijk wordt gebruikt. Ze hadden altijd al een limiet. Hè. Vroeger was het zo dat je per IP-adres, dus mijn applicatie, je mocht 50 keer per uur mocht die de API raadplegen. Ja, als client. Als client. Ja. Nou ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen als dus elke... applicatie mag in totaal maar 100.000 keer per uur raadplegen. Nou, dan, ja, en dat betekent dus dat hele grote archieffuncties of partijen die er een archieffunctie hebben, dat die best wel moeilijk gaan hebben, want die zullen dus niet al hun klanten meer kunnen bedienen, ja, of veel minder effectief. Ja. En dat is heel erg jammer. Ik beheer zelf ook zo eentje, dat is gebaseerd op ThinkUp app. En dat is een archiefmethode voor je tweets. Ja. En ik moet even. Ze zeggen zelf dat er niet zo heel erg veel problemen mee zullen komen. Maar ja, ik ben heel benieuwd wat het gaat komen. Ja. Het belangrijkste wat ik eigenlijk ervan meekrijg is dat je heel erg merkt dat ze echt hun businessmodel gaan verdedigen. Ze zijn nu echt aan het focussen op het businessmodel werkend te krijgen. Dus, en dat is bannering, dat is ervoor zorgen dat tweets ook echt gezien worden in combinatie met commerciële uitingen. Ja. En ik ben bang dat dat ook precies de aard van hoe Twitter gebruikt gaat worden gaat beïnvloeden. Ja. Dus dat we in plaats van teruggaan naar wat het nu is, voor mij een heel erg handig tool waarmee ik op diverse manieren mijn links, mijn ideeën, et cetera, de wereld instuur, maar ook archiveer naar. Ja, zeg maar weer. Maar ook waar je bakken met informatie ophaalt. Ik haal echt precies, heel veel informatie. Ook dat, Twitter. Ja. Ja, maar ook als een vergaarbak. Zo van 20 september hoorde ik iets en wat was dat ook alweer? Ja. En ik denk dat dat niet meer belangrijk wordt met hun nieuwe of met hun businessmodel. En dat kan Twitter niks schelen. Nee, precies. En dat willen ze ook maar niet. Maar daar wordt het wel heel veel voor gebruikt. Dus wat zou er dan gebeuren als dat niet meer kan? Dan wordt Twitter weer wat het in het begin, waarvoor het in het begin gebruikt werd. Namelijk, ik ben net wakker geworden. Ik eet een beschuitje met pindakaas. En ik ben weer 10 meter verplaatst naar de andere locatie. Ja. En ja, in alle eerlijkheid, dat is het voor mij niet, dan is het niks meer waard voor mij. Nee. Dan ga ik het ook niet meer gebruiken. Nee. Dus nu, wat gisteravond ineens gebeurde, kreeg ik een mail van IFTTT. Een fantastische webdienst if is then, dat. If this, then that. Ja, dus die koppelt meerdere online diensten, zoals Twitter, maar ook Evernote en Dropbox, dat soort dingen, dat koppelt die aan elkaar. Ja. Dus je kan heel makkelijk zeggen, als er een tweet is van mij,
bewaar die dan in Evernote. Ja. Dus al mijn tweets worden opgeslagen in Evernote. Nou, dat niet specifiek, maar ik heb wel een soort van koppeling met Dropbox voor mijn Twitter, voor mijn tweets. Oké. Okay. Oh, wow. En wat IFTTT, die heeft nu weer eens de voorwaarden gelezen en die heeft gezegd, nee, we mogen dat helemaal niet doen. We mogen geen triggers op tweets toepassen. Dat mag niet van Twitter. Nee. Dus die hebben gezegd, nou, daar stoppen we mee. En leggen ze uit dan ook waarom ze dat exact niet meer mogen? Ja, ze wijzen dan naar een deel in de voorwaarden. Ja. Waarin staat dat het niet meer mag. Mm. Nou, dit is echt gewoon, daar zitten allemaal stukjes automatisering van mensen. Weet je, die hebben dat allemaal zelf, hebben ze dat slim allemaal ingericht. Ja, precies, ja. Dat is echt zo zonde is dat als dat niet meer kan. Ja, ik denk dat ze wat dat betreft zichzelf verdiggen. Ik weet niet of jullie Dick nog kunnen herinneren, DIGG. Ja. Dat was een heel erg groot forum, een beetje met dezelfde strekking van Reddit tegenwoordig. Maar ook /dat in een ver verleden. Oh, die is goed gebotst. Zo, banden helemaal kapot. Een paar mensen flink tegen de reling aangegaan. Maar Dick was op een gegeven moment, heeft Dick is overgenomen of heeft veel investering gekregen van investeerders van buitenaf. En die hebben flink een zin doorgezet en gezegd van, nou, jullie moeten innoveren, jullie moeten deze kant op, jullie meer in de breedte gaan investeren, dus meer naar het algemeen publiek. Ja. En dat heeft ze opgebroken, want hun fans, die echt gebruik maakten van de community, die hebben gezegd van, weet je, wij stappen op. Dit is het niet meer waard. Ja, het gaat dus niet zozeer om innoveren, hè, wat ze zeggen. Nee. Dus dat innoveren om geld te verdienen. Ja, je moet er geld gaan verdienen. Exact. Ja. Ja. Ja, ze moesten veranderen om geld te verdienen. En nou is het en daar punt ging natuurlijk, het dat wat er nu gebeurt met Twitter, is dat ze niet zozeer, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar ze raken een bepaalde use base kwijt. Maar misschien doen ze dat wel expres. Misschien willen ze juist wel af van ons, de power users. En willen ze alleen maar de gezellige kwebbelaars. Dat kan. Ja, precies, ja. Als die namelijk geld opleveren en wij niet. Ja. En het is natuurlijk wel. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Ik weet zeker dat dat de sheeple, de kwebbelaars, gewoon prima kijken naar die advertenties. Vinden ze wel eens prachtig. Maar goed, ja, het is een beetje, ja, het is misschien een beetje cynisch, maar het is wel jammer. Ik denk niet dat ze daar echt per se een goede stap hebben genomen. En dat niet van mij. Ik vind het echt heel jammer. Ik zie Twitter namelijk als een soort van protocol. Het is meer dan een webdienst. Het is echt een bepaalde manier van communiceren, zoals mail of sms of weet je. Dat zijn allemaal dingen die niet aan één bedrijf zijn gekoppeld. Nee, ja, ik zou je het sterker vertellen. In principe zijn zij een soort van visualisatie van een reeds bestaand protocol. XMMP, geloof ik. Okay. Of een andere combinatie met XMP. En dat is zeg maar het kletsprotocol, hè, wat je ook gebruikt bij AOL Talk en Google Talk maakt er ook gebruik van. Het is het koppelen van meerdere praatpartijen. Oké. Oh, dit is wel een hele leuke nieuwe route. Leuk, hè? Oh, wauw. Ja.